stichting die werk biedt voor mensen met een arbeidshandicap en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we in feite door heel Nederland. We bieden meer dan 1000 mensen op dit moment een betaalde arbeidsplaats. Daaromheen hebben we ook nog mensen die vrijwilligerswerk bij ons doen, die onze doelstelling ondersteunen. We hebben allereerst twee soorten bedrijven. Fietsenstallingen en kringloopwinkels. De winkel waar we nu in staan, maar eigenlijk ook andere rattenplanwinkels, onderscheiden zich door meer een warenhuis uitstralen. Ze noemen rattenplan ook wel eens de bijenkorf onder de kringloopwinkels. En dat kan je in deze winkel ook duidelijk zien. Het assortiment is veel mooier gepresenteerd, veel duidelijker zeg maar, van elkaar gescheiden. Het is een volgende stap in kringloop. Kringloop werkt. Rattenplan is succesvol in het begeleiden en plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we in een steeds veranderende omgeving en een maatschappij die steeds verandert. Als kringloopbedrijf bekijken we hoe we genoeg geld binnen kunnen halen om de juiste begeleiding te kunnen bieden aan onze medewerkers en zo de maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Hierbij staat het menselijke belang altijd voorop. Ik heb een spierziekte. Ik heb het al mijn leven, maar sinds dat ik 12 was, is het uitgekomen. Ik vind het leuk, want ze accepteren mij hier zelf, hoe ik ben. En als ik iets niet kan, nemen ze het over. Als ik hier binnenkom, dan zijn ze heel blij. En dan zeggen ze, daar heb je de zonnestralen. Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik kon niet een contract krijgen. En dan moest ik ruim 30 uur gaan werken. Totdat ik meer ga verdienen. Qua lichaam kan ik dat gewoon niet aan. Weer aan het werk. Meetellen in de maatschappij. Een werkritme opbouwen. Rattenplan is voor veel mensen dé plek waar zij hun leven een andere richting kunnen geven. De goede richting. De komende jaren kan Rattenplan een belangrijke rol spelen met de invoering van de participatiewet. De gemeente kan bij Rattenplan tegen relatief geringe kosten grote aantallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen. Mensen met een sterk wisselende problematiek van een lichamelijke handicap tot gedragsproblemen vinden hier een plek. En tegelijkertijd wordt er ook op andere vlakken, zoals milieu en armoede, een slag gemaakt. Als je helemaal niks doet, dat is ook niet leuk. Net je een beetje onder de mens zit, dat vind ik ook fijn.